Veel mensen komen wel eens op het internet, die halen hun nieuws er vandaan of die kijken even naar geen stijl. Maar er zijn ook mensen die zijn volledig de weg kwijt en die leven op het internet. Nou is voor die mensen de dienst Twitter uitgevonden. Daar kun je laten weten wat je aan het doen bent en waar. Vandaag komen die mensen eventjes achter hun computer vandaan voor een ware Twitternik in het Vondelpark. Oftewel, een picknick voor Twitteraars. Zomaar een dag, zomaar een dag, waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al die de pijpen stelen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zo'n velen dat ik nooit meer zingen mag. Het kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag. Kijk eens, een oude bekende. Hey jongen, hoe gaat het? Met mij gaat het uitstekend. Hoe is het met jou? Leuk, je wil met me praten even. Nee, dat niet. Oh nee? Nee. Ah joh. Nee, dat doen we niet. Kom op nou. Gezellig, YOLO. Nee, dat doen we niet. Maar je bent aan het Twitter ook? De Twitter Nick? Weet je, hoe voelt het nou eigenlijk om mensen te interviewen die je altijd voor lul probeert te zetten? Is dat zo? Ja. Zet ik jou nou voor lul? Nee, je begint altijd. Nou, je probeert het altijd. Hoe ga je dan, als je nou 's ochtends opstaat, hè? Hoe voel je je dan? Heerlijk. Ja? Oké. Okay. Maar jij zegt dat ik mensen voor lul ga proberen te zetten. Zo voel jij, ja, dat zo? Je komt al met van, zit je lekker te twitteren? Nou, dat is toch zo? Je ziet dat ik dat niet doe. Dus jij, je bent alleen maar weer bezig. Nou ja. Maar luister, dit is een Twitternik. Een picknick voor twitteraars. Ja, is dat toch niet zo'n hele gekke... Wat vind je ervan? Nee, ik stel nou even de vraag, hè. Nee, ik stel nou even de vraag. Journalist, wat vind je ervan? Nou en? Nou, wat vind je daarvan? Nee, ik zeg dat ik het over het twitteren heb. Ja, en wat vind je daarvan? Van het twitteren? Ja. Ik een beetje kansloos. Waarom? Ja, een beetje, ja, mensen die niet echt een leven hebben, die zitten te twitteren. Vind je deze mensen geen leven hebben? Als ze allemaal twitteren, denk ik, nou, dan is het wel lastig. Het is niet zo dat mensen die te twitteren geen leven hebben. Het is eerder juist, net zoals andere dingen op internet, gewoon een methode om nieuwe mensen te leren kennen. En ook een leuk creativiteitsplatform. Dus eigenlijk best wel gezellig. Het is eigenlijk gewoon een soort van duidelijke gezelligheidstool op internet. Net zoals dat geen stijl het is, alleen jullie zijn voornamelijk bezig met heel erg artistiek dingen af te kraken. Beetje kritisch ook. Ja, maar het is voornamelijk zeg maar deconstructief en wij doen ook constructieve dingen. Dat je dan op internet kan laten weten waar je bent en wat je dan aan het doen bent. Ja, en of je aan het schijten bent of niet voornamelijk. Hallo. Hallo. Rutger, hallo. Wie ben jij? Jilles. Kom jij ook voor de Twitter, Nick? Zeker. Heb je wel... Oh ja, kijk, je hebt... Want ik geloof niet dat het de bedoeling is dat er gesproken wordt vandaag, hè? Nou, ik was druk aan Twitter waar iedereen zat en ik zat een paar meter verderop. Dus we hebben uiteindelijk iedereen toch nog gevonden. Dus... Je had verkeerd zitten twitteren. Kennelijk. Dus jij bent een beetje de kneus onder de twitteraars eigenlijk? Ik ben 4 dagen jong op Twitter. Dus, Je bent net nieuw? Ik ben nieuw, ja. Nou, maak je borst maar nat hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb pittige gehaktballetjes bij me, dus... Je hebt pittige gehaktballetjes? Pittige gehaktballetjes. Oh, weet je wie daar heel erg van houdt? Nou. Moet je naast die man in dat blauwe shirtje gaan zitten. Dat is gek, dat is ook leuk, heel leuk gezelschap. Ja, dat is hij zeker. Nou, ga daar gezellig bij zitten, ja, en geniet ervan, hè? Ja, dankjewel. Okay. Oh, hij heeft net een rozeetje. Ik zie dat van YOLO net een rozeetje in het inschenken is. Zo. Hoe heet u? Ik heet Honey. Honey? Honey, ja. Oh, dan zit ik altijd met u te twitteren. Nee hoor, dat zou echt niet. Je hebt toch altijd korte rokjes gedaan. Aan? Heb ik nog nooit gedaan. Een beetje naakt voor de computer? Nee. Echt waar? Nee, echt niet. Ik dacht dat ik met een blonde stoot zat te twitteren. Mis. Zit ik met... Wat tegen? Ziet Hannie er in het echt zo uit? Waardeloos, hè? De komkommer in de handen. Ja. Dat is dan wel weer... Nou ja, goed. Fijne avond, hè? Ja, dankjewel. Cisco, jij zit als enige met je telefoontje, hè? Goed, hè? Wat tik je nou in? Ik ben over jou aan het schrijven. Goed, echt waar? Ja. Op Twitter? Nee, dat natuurlijk niet. Wat schrijf je dan over mij? Kijk wel link uit. Wat schrijf je dan over mij? Toch niks lelijks, hè, Francisco? Weet je moet nooit denken dat iedereen is zoals jij. Dat is altijd een wijze les. Dus ik verwacht niet dat jij begrijpt wat Twitter is. En jij moet niet denken dat ik tegen iedereen lelijk ben. Oké. Okay. Nou, wijze woorden. Maar wat heb je nou over mij geschreven? Wil je dat niet zeggen? Ja, maar jij denkt dat als ik zeg, ik schrijf over jou, dat het over jou persoonlijk gaat. Dus ik schrijf gewoon over dat er media zijn. Ah, cryptisch. Oké, okay. Nou, ik snap wat cryptisch voor je. Ik stoor even niet meer, hè?
Ben je aan het kwikken? Weet je wat kwik is? Nee. Oh, geen stijl. Je weet niet wat kwik is. Ik ben hier nu live aan het streamen. En ik ga je nu even doorzetten naar Twitter. Echt waar? Ben ik nu live? Je bent gewoon nu live. Oeh, spannend. Vraag ga je stellen, ja. Echt waar? Zijn we live of niet? Zijn we live? Zijn we live? Oh, we zijn live. Live op Twitter? Nee, maar zijn wij nu live? Zijn wij live? Nee, hij ziet helemaal niet eens een ding aan, joh. Wat heb je er nou aan? Weet je, ik vind het een heel leuk, object. Maar mooi. Ze blowen dus ook veel met het de Twitter niks. Vreselijk, joh. Het is gewoon één grote... Echt serieus, ik vind het dus subliminaal. Twitter, subliminaal. Moet je zo zeggen, subliminaal. 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 Jij vindt het pas interessant als je me helemaal ziet. En ik had het vooral over die twee, hoor. Dat vind jij interessant. Ja. Nou, gefeliciteerd. Jongen, wat een item. Ja, toch? Zet een item. Nou ja, ik vind het wel. Ik vind zelfs twee items. Echt? Ja, even kijken. Ja, twee. Tik jij nou in? Jij vraagt even of iemand de druiven aan wil geven. Nee, ik zit even te kijken wat er net allemaal gereageerd is. Maar... En? Over dat jullie er zijn. Zo? Ja, dat kan je straks allemaal nalezen, hoor. Positief neem ik aan, hè? Positief en negatief. Negatief? Dat meen je niet. Lees, wat dan? Lees straks maar. Zeg eens even, een tipje van de sluier. Nee, daar ga ik niet op in. Francisco, nou, je begint wel echt... Jij heet Rutger, hè? Ja, kun je wel zeggen. Weet je wat ik zo leuk aan je vind? Dat je je aan kan zetten. Dat is waar. We zijn weer klaar, oké? Doei. Je vindt iets leuk aan mij. Nou, aan jou vind ik het verschrikkelijk leuk dat je je aan kan zetten. Dus... Iedereen maakt foto's. Wil jij even met mij op de foto misschien ook? Nee. Nou, niet gelijk alles willen, hè. Volgende keer. Nou, proost, hè, Francisco. Tot ziens, hè. Ik zal niet zeggen gezondheid, want dat vind ik weer wat overdreven, maar veel plezier. En ik zing alleen voor jou, wat er ook gebeurt.